Nou, had ik alles netjes voorbereid, ben ik zo waar nog hartstikke laat ook. Daily Minutes nummer 1444 met een uitzending voor vandaag, 18 oktober. Klopt het wel? Dit is 19 oktober 2018. Dit is het bulletin van vrijdag, dat klopt wel. Even een dienstmededeling vooraf. De late uitzending van vanavond 10:30 is ook vandaag alleen nog op dmr.li, op YouTube en op de podcast. Niet op PI3UTR. De uitzending is uitsluitend in het Engels. Twee nieuwsberichten vandaag. De plaats Putten, niet ver van Amersfoort vandaan, heeft sinds deze week een tetra-repeater, PI1PTN. Het is een repeater met een beperkt bereik, maar interessant genoeg vanwege de modulatiesoort. Frequentie is 438450 voor zowel in- als uitgang. Tetra is een van de weinige modulatiesoorten waarbij dat kan. Antennehoogte is 33 meter boven zeeniveau en 11 dB ERP-vermogen. PI1PTN krijgt in de zeer nabije toekomst Echolink. PI1PKB, veel geluk gewenst met het nieuwe initiatief. Een amateur uit Noorwegen, Kenneth LA7GIA, mag het land het Tjaard niet uit. Hij had slechts één dag voor zijn expeditie gewerkt onder een overigens legale roepnaam TT8KO, waarmee hij op 10 oktober 2150 contacten logde toen hij door de veiligheidspolitie van het land uit de lucht werd gehaald. Het hoofd van de politie van het land was op staatsbezoek met de leider van het land, president Idris Deby. En zodra de baas van politie na terugkomst in het land met zijn technici de apparatuur geïnspecteerd zou hebben, zou de zaak snel uit de lucht zijn, zo meldde Kenneth. Na terugkeer werd hij echter aan een streng verhoor onderworpen en vervolgens werden apparatuur en antennes zekergesteld. Bleek dat de telecomorganisatie van het land de veiligheidspolitie niet op de hoogte had gesteld dat hij een vergunning had. LA7GIA, die een bekende DX'er is, die vaak vanuit Afrika, inclusief eerder in Tjaad, actief is geweest, mocht vervolgens alsnog het land niet verlaten. Dat was gisteren 18 oktober. Dit is deel 19 van de serie over zelfbouw. Vandaag gaat het over veiligheid. Veiligheid kun je op verschillende manieren zien. Ik begin met een soort disclaimer. Ik ben niet volledig in het noemen van alle gevaren in de check. Ik ben ook niet een top-expert op alle deelgebieden. Jack of all trades, master of none, zeg maar. Dat wil zeggen dat ik zeker in dit verhaal bepaalde gevaren niet zal noemen. Ook zal ik in dit korte tijdsbestek niet alle remedies tegen die gevaren of tegen de gevolgen daarvan kunnen noemen. Eerder bij het noemen van de eigenschappen van transistoren speelde dit ook al. Daar meer dan bij het onderwerp van vandaag moest ik, om de zaken voor iedereen begrijpbaar te houden, bepaalde dingen versimpelen. De gelijkstroomversterking van een transistor is bijvoorbeeld iets anders dan de wisselstroomversterking van hetzelfde onderdeel. Maar het is vrij ingewikkeld om die verschillen allemaal te benoemen en daarom concentreerde ik me op de meest begrijpelijke van die twee, de gelijkstroominstelling. Zo zal dat ook voor de veiligheid moeten, al is dat maar vanwege de zendtijd van de Daily Minutes die beperkt is. Zo in een notendop zijn er diverse dingen die binnen de hobby gevaarlijk kunnen zijn. Ik zal ze beetje bij beetje behandelen. Hoogspanning is er zo eentje. Nou geldt dat vooral bij buizenapparatuur, maar dat is ook weer niet helemaal het geval. Want ook bij transistorapparatuur komen wel hoge spanningen voor. Op een magnetische loopantenne bijvoorbeeld waar je op zendt, dat kan vaak wel 10 of 20 kilovolt staan. Nou zit daar niet zoveel stroom achter, maar tegelijkertijd kun je er wel heel vervelende brandblaren van oplopen. Ja, en ook lichtnet is natuurlijk een relatief hoge spanning. Er zijn mensen die eraan overlijden. Vooral als je toch al een zwak hart hebt en andere gezondheidsproblemen, kan dat gevaar opleveren. En mensen met een pacemaker moeten ook extra oppassen. Ik heb al verteld dat ik het zelfbouwen ook wel eens beroepsmatig heb gedaan. Ik kom nog wel eens schakelingen tegen van voor die periode. Meerdere keren was daarbij een voeding met de wetenschap van die periode van beroepsmatig knutselen in gedachten zo gevaarlijk dat ik de voeding heb moeten vervangen. Onder andere de CW-kier, waar ik het een van de vorige afleveringen over had uit de jaren 70. Daar zat een plastic travootje in dat met bisonkit in de metalen kast gelijmd zat, gelukkig wel op de bodem. Zonder verdere zekeringen had ik daar zomaar een 220 snoer op de printpennen van de travo gesoldeerd. En toen ik de kast op zijn kop hield, toen viel na 30 jaar of zo het travootje zo tegen de bovenkant van de kast aan. Die bovenkant is van blank metaal. De beide 220 aansluitingen kwamen daarbij tegen die metalen behuizing aan. Ik heb het voedingetje dus vervangen door een lichtnetadapter. Dat is sowieso wel een goed idee, vind ik, als je niet de goedkoopste neemt. Die lichtnetadapters die voldoen, als het goed is, wel aan allerlei regelgeving. Al jaren gooi ik nooit de voedingen weg als ik bijvoorbeeld een oude printer afdank. Regelmatig zitten daar heel fraaie voedingen bij voor een heel gangbare spanning en redelijk wat stroom. En die dingen die kunnen het nog jaren doen. Vaak zijn dergelijke voedingen en adapters ook nog eens heel goed afgeschermd voor wat betreft hoogfrequent.
Ja, het tweede gevaar, dat zijn hoge temperaturen. De bekende soldeerbout die hebben we al behandeld, maar daar kun je een lelijke brandwonden van oplopen. Ook koelplaten en componenten op de printplaat kunnen heel warm worden. Vooral bij experimentele schakelingen waar je de waarde met de natte vinger hebt berekend. Ik heb zeker enkele malen in de beginperiode een brandblaar gehad die precies de afmetingen had van de bovenkant van een 2N1613 transistor. Geen koelplaat bij de hand en even kijken of zo'n ding misschien toch niet een goede investering zou zijn, zo'n koelplaat. Als je eenmaal gebrand hebt, dan is er eigenlijk geen goede zalf voor, zo hebben ze me bij de apotheek verteld. Het beste wat je kunt doen is zo snel mogelijk koelen met koud water. En om dat water koud te houden, wat ijsblokjes erin. Door zo snel mogelijk het liefst direct te koelen, begin meteen daarmee onder de koude kraan, kun je ook voorkomen dat je veel pijn van latere blaren krijgt. Door te koelen voorkom je in minder ernstige gevallen dat de blaren ontstaan. Schroom ook niet om bij zwaardere verbranding naar de huisarts te gaan zo snel mogelijk of naar de eerste hulp. Neem een zakje ijsblokjes mee en blijf koelen. Ik weet niet of er mensen zijn die dit ook herkennen, maar als je flink met de soldeerbout brandt, dan verdampt op die plek alle vocht uit de huid en dat levert een tamelijk witte plek op de huid op. Op dat moment kun je meestal een pijnlijke blaar niet meer voorkomen, maar koelen helpt ook dan een hoop om de latere pijn te voorkomen of te verzachten. Het is dus, ik had het al gezegd, maar de huid wordt overigens wit doordat alle vocht eruit verdampt. Of het echt helpt, weet ik niet. Maar het zou kunnen dat het water uit de stromende kraan dat gebrek aan vocht ook weer enigszins aanvult. Do you suffer from the heartbreak of brain rot? Feeling bored, sluggish, listless? Not had a new idea in days? Using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham radio. Guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of ham radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham radio. It's not your granddaddy's radio anymore. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.